Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik heb een hele simpele nail art, makkelijk te maken eerlijk gezegd. Je kan thuis heel makkelijk mee oefenen en is eigenlijk heel simpel. En ik vond hem zo mooi en ik dacht nou, ik wil toch met jullie delen. Hoe heb ik deze nail art gemaakt en wat heb ik gebruikt? Hier heb ik de pink gel lak gemaakt. Heb ik de pink gel lak nummer watermeloen en dat is nummer 43, is een van mijn favoriete kleuren, is echt hele mooie roze, zachte roze kleur deze. En kijk eens aan hoe diep is die roze kleur. Als je houdt van roze, dan moet je echt die in je collectie hebben. Is echt, kijk, echt heel dekkend kleur, mooie creamy. En ik ben er echt heel blij mee. Is een van mijn favorieten. En het staat de hele tijd in mijn collectie. En van de zomer vind ik het altijd echt heel mooi. Je kan hem met alles combineren. Dus je hoeft niet over na te denken. En de tweede heb ik hier. De Filote Palm. Is echt ook een hele mooie kleur. En dat is nummer 357. Ik vind hem echt van de hele mooie kleuren. Mooie zomerkleur ook. Je kan hem met alles ook combineren. En kijk eens aan. Kijk naar dat diepe, diepe kleur. Mooie creamy. En heel erg dekkend kleur ook. En deze zijn echt mooie kleuren van de... Is echt heel mooi. En die inspireren me altijd. Ze zo kleuren. Ze zijn echt... Dit is echt een kleur waar je echt, zeg maar, valt echt op. Dus het heeft ook een bepaalde glans. En als je houdt van opvallen, dan moest je deze voor deze kleur kiezen. En hoe heb ik die nail art gemaakt? Dat ga ik laten zien. Ik heb hier gebruik gemaakt van de blooming gel. Ik ga niet allemaal doen. Ik ga deze met de watermeloen en deze met de palm vullen. En hier heb ik gebruik gemaakt van de blooming gel. Blooming gel bestaat heel lang eerlijk gezegd en ik maak heel veel nail art mee. Is heel makkelijk ook met andere dingen te combineren. Dus je kan van alles mee doen eerlijk gezegd. En ik heb nog, ga ik ook gebruik maken van de blooming gel van de Gelze. Is ook van mijn favorieten. Naast deze kleur van, of de blooming gel van de pink gel lak. Ik heb hier twee zeg maar nagels of twee tips gelakt. Kijk eens aan. Deze twee mooie kleuren. En ik vind ze echt heel mooi. Heel makkelijk om te lakken eerlijk gezegd. En ze zijn, kijk, ik heb hier de watermeloen en de palm. Deze is echt heel mooi. Mooie dekkende kleuren. Is echt prachtige kleuren. En ik ga de enigheid met blooming gel doen en van de gel zit. En de andere ga ik blooming gel gebruiken van de pink gel lak. Dus deze twee ga ik gebruik van maken. En we gaan kijken hoe ver komen we met de kleuren. En daarnaast heb ik ook nog een kleur gebruikt. En deze van de CCAO is echt ook van mijn favoriete kleuren. En dat vond ik heel makkelijk passend bij deze kleur van de pink gel lak. Dus die ga ik ook gebruiken. En dat is echt hele mooie, mooie roze kleur. Zoals je ziet hier. Een beetje echt een kleur waar je echt moet van... Ja, is een hele aparte kleur. En dat is de Cake Pop heet die. Deze. Er staat geen nummer bij, dus ik kan geen nummer geven eerlijk gezegd. Dus deze twee ga ik gebruiken. Ik ga eerst deze doen. En hiernaast heb ik ook gebruik gemaakt van kleine, heel kleine goud stukjes van hier. En ik ga blooming gel. Is eigenlijk blooming gel mag je hem één keer aanbrengen. En je hoeft hem niet, eerlijk gezegd, je mag hem niet uitharden. Ik heb hier deze twee twee keer gelakt en uitgehard onder de lamp, 60 seconden. En ik heb hier gebruik gemaakt van een lit lamp. En ik ga hier de blooming gel van de pink gel lak, ga ik hem één keer aanbrengen. En dan mag je hem aanbrengen zoals je wil. Kijk eens aan. Is echt mijn favoriete. Is echt
Breng hem zo dik mogelijk, dat doe ik altijd. En je hoeft hem niet uit te halen. Dus je brengt de bloemingeel en je laat hem daar staan. En dan breng je je nielaard erop. Kijk eens aan. Echt prachtige gel-lak. Is echt een van mijn favorieten, eerlijk gezegd. Ik ben echt helemaal happy mee. En ik heb hier mijn... ga ik een klein stukje hier brengen. Van de cake pop. Van de CCO. Van de shellac. Ga ik een heel klein druppeltje. Omdat ik wel even wat bunches maken. Kijk. Die ga ik zo. En de bloemengel mag je hem niet uitharden. En dan ga ik met een nail art brush. Die heb ik eerlijk gezegd bij de Action gekocht. Een hele stuk of 6. Dus ik vond ze heel mooi. En is heel makkelijk ook. Je kan hem, als je bent er klaar mee, kan je hem altijd schoonmaken. En het blijft altijd goed. Dus ik ga even een klein... Je kan voor alles doen. Je kan zeg maar kleine stipjes doen. Met zo'n toppertjes, die kan je ook gebruiken. Je kan echt mee, voor alles kan je mee doen. En dat is het mooiste van de blooming gel. Maar ik ga een hele kleine pin hier. Ik gebruik deze en dan ga ik even een klein stukje. En dan begin ik hier, een beetje schuin, ga ik dat aanbrengen. En je moet hem even aan... En gewoon meespelen en gewoon laat het even vlooien zoals je wil. Dus het vlooit ook vanzelf. Hoe langer het blijft, hoe meer gaat die vlooien. En dan daarna kan je hem gelijk gaan uitharden. Kijk eens aan. Je ziet, het is echt heel mooi. Het zijn zo'n hele kleine touch. Breng je aan. Dan gaat hij vanzelf vlooien. Loopt hij van alle kanten en maakt hij echt hele mooie vlooiing. En dan kan je hem even met je kwast even meespelen. Je kan hem zo breed maken zoals je wil. Kijk eens aan. Nou, ik ben nou hier zo mee tevreden. Die gaat onder de lamp voor 60 seconden. En met dezelfde kleur. Ik vind hem ook heel mooi passend hierbij. En dit ga ik heel anders doen. Hier ga ik een van mijn dubbeltjes hier. En dan ga ik gewoon kleine diepend bewegingen maken. En ik wil zoiets. En eerst hier ga ik natuurlijk een blooming gel aanbrengen. Zo, ik ben bijna vergeten. Er is de blooming gel natuurlijk. En hier ga ik van de blooming gel van de Chelsea van shellac. Ga ik één laagje aanbrengen. En zoals ik zei, de blooming gel, je hoeft hem niet onder de lamp. Dus je mag hem gewoon uitbrengen en laat hem... En daar maak je gewoon je nail art erop, zoals je wil. En ik denk, ik ga... Gewoon kleine stukjes hier met deze. En ik wil even iets maken van een klein puntjes hier en daar mee spelen. En laten gewoon vlooien, omdat het vlooit vanzelf. En hoe langer je laat staan, hoe meer gaat die vlooien. Kijk eens aan. Dat is de eerste stuk. En van de watermeloen ga ik ook nog een klein beetje mee spelen. En dan ga ik even hier nog een klein beetje een dubbeltje doen. En met de andere kant, want dat is een iets smaller kant. Dan ga ik even daar ook
hier en daar stukjes laten vlooien. En omdat het een beetje te donker is. Kijk eens aan. Ik heb zo'n soort panterneelart van gemaakt. Kijk eens. Dit is hem. Ik laat hem even een klein beetje staan, vlooien. En die gaat onder de lamp voor 60 seconden. Inmiddels mijn tweede is al klaar. Kijk eens aan. En hier ga ik gebruik maken van de kleine stukjes gaasjes. Die ga ik daarop doen. Is een beetje moeilijk te werken. En deze ga ik kleine stukjes doen. Kijk eens aan. Die ga ik even hier en daar verdelen. En ik heb hier nog een klein beetje een nail art. Stokje of een maakt niks uit wat je gebruikt eigenlijk als we elkaar niet gebruiken. En die ga ik even heel zachtjes stukjes brengen. Ik was even aan het zoeken naar mijn spullen. Kijk dan. En omdat ik wil heel klein stukjes, ik wil niet te veel. Dus ik ga hem even met deze kant ga ik even zachtjes verdelen. Hier en daar. Je kan eigenlijk met alles mee doen. Je kan ook nog een klein beetje nog een stukje glitter wat je hebt in huis. En maak je gewoon iets heel mooi van. Kijk, ik verdeel de stukjes. Klein beetje dat goudstukjes. Ik weet niet of te zien. Zo ga ik het even in de stukjes verdelen. En om zeker te weten dat het goed blijft zitten, dan ga ik even met mijn vinger even een klein beetje diepen. Dan weet ik dat het blijft goed zitten. Kijk, dat beetje die aan de ene kant uitgelopen, dus doe ik hem even terug hier. Kijk eens aan. Dit is het resultaat hiervan. Dat is nummer 1. Die doe ik even hier aan de kant. Dan ga ik naar deze ook, precies hetzelfde. Ga ik precies hetzelfde klein stukjes goud ga ik ook verdelen. En de twee kanten daarvan. Want het is een beetje moeilijk om mee te spelen. Dus ik ga hem even een klein beetje in de stukjes hakken. Het is altijd heel moeilijk. Maar je kan heel makkelijk zo met deze twee stokjes. Heb ik nou twee stukjes gedaan. En dan ga ik even een klein beetje hier en daar verdelen. Dat is echt een hele simpele nail art waar je echt kan mee even klein stukjes hier en daar. En ik vind de bloemetjeel van de Floyd heel mooi. Maakt heel mooie Floyd bewegingen. En deze ga ik even met mijn vinger ook nog even zachtjes hier en daar. Dit is nou de eindresultaat hiervan. En die ga ik even hier ook een beetje laten staan. En nou ga ik sealen. En hoe ga ik sealen? Ik ga gebruik maken van natuurlijk mijn favoriete, de Bing Gel Lak. Kijk eens aan, de Ultra Shine. Dat geeft altijd heel mooie shine. Dus die ga ik even heel makkelijk overheen aanbrengen. Kijk eens aan. Jongens, echt die blooming gel moest je echt in huis hebben. Is echt een van de hele makkelijke nail art kan je meemaken. En je kan het verdelen zoals je wil. Je kan iets heel mooi stukjes van maken. En je kan echt heel mooi nail art meemaken. Deze gaat onder de lamp voor 60 seconden. En nou ga ik van de volgende ook nog een keer sealen. Deze. Die ga ik ook zoals heb ik de andere gedaan. Klein beetje hier en daar.
Jongens, kijk eens al. Dit is echt een van mijn favorieten. Kijk hoe mooi het is. Echt heel mooi. Mooie nail art. Heel simpel. Heel makkelijk te maken. En deze gaat ook onder de lamp voor 60 seconden. En inmiddels mijn 1 is al klaar. Kijk zo. En ik doe deze 62 seconden. En dit is echt, echt heel mooi. Ik vind hem zelf eerlijk gezegd heel mooi. Ik zal toch iedereen aanraden om een blooming gel te hebben of hebben in zijn collectie. En echt fantastisch. Het is echt heel makkelijk. Je kan hem combineren met alles. Je kan heel veel mee werken. Je kan echt heel mooi nail art zoals je wil. En je kan ook nog met een dropping gel of met heel veel stukjes kan je ook roosjes van maken. Je kan bloemetjes van maken zoals je wil. En inmiddels mijn tweede is ook klaar. En dit is mijn nail art. Kijk zo. Is echt, echt heel mooi. En ik ben echt blij mee. En ik hoop dat jullie ook mooi hebben gevonden. Heb je vragen hier daarover? Kan je altijd onder in de reactie achterlaten. Ik zal zeker jullie vragen allemaal, neem ik de tijd voor te beantwoorden. Of heb je suggesties? Of heb je voor mij tips? Heb je ook een andere soort blooming gel gebruikt? Je denkt van oké. Dat kan je ook proberen of wil je dat weten of dat werkt goed of niet goed. Laat me ook weten onder de reactie. En vergeet je ook niet hier je duim te hoog. En je vergeet je niet te liken en vergeet je niet te abonneren. Zo blijf je natuurlijk op de hoogte van alle nieuwe films die ik maak. En ik zal zeggen tot ziens. Hoi!